We zijn hier vandaag in... waar zijn we eigenlijk, Ivo? Polder. Polder. Ergens in de polder zijn we. Oké, we zijn hier vandaag bij de polder Bolgerijen. En hier gaan we een grondboring plaatsen. Dit omdat we willen weten wat het bodemprofiel is, precies in dit gebied. Wat is onze verwachting dat we hier in ieder geval te vinden krijgen? Veengrond, denk ik. Het ziet er best uit als een polder met veen. Ja, het ziet er best uit met als een polder met veen. Waarom is dat? Waarom dat is? Het ligt wat lager dan het omliggende gebied en het is heel erg nat en drassig. Ja. Je ziet hier ook de kanaaltjes om het water af te voeren. Ja, dus en daarin staat het water ook redelijk hoog, hè? In die kanaaltjes, in die kleine slootjes. Ja, en daardoor zakt de grond. Ja. Dus de slootjes niet verder naar beneden. Nee, precies. Dus onze verwachting is in ieder geval een veengrond. En we gaan kijken wat er daadwerkelijk naar boven komt. Waarom wil je een grondboring plaatsen? Om dan in ieder geval te kunnen weten wat voor soort bodem aanwezig is. Wat heb je allemaal nodig bij een grondboring? Je hebt een boor nodig. Met een boorkop. Je hebt een dakgoot nodig. Om het bodemprofiel daar uiteindelijk in te leggen op deze manier. Dat zullen we zo meteen laten zien. Je hebt huishoudfolie of... in ieder geval vershoutfolie heb je nodig. Je hebt duct tape nodig. Je hebt een schaar nodig. En je hebt een meetlint nodig. En uiteindelijk als laatste nog een vuilniszak. We verwachten hier ook echt een veengrond te vinden. Ivo gaat nu laten zien hoe je een boring doet. Hij zal eerst de grond wat vrijmaken. Zodat er geen vegetatie meekomt bij het boren. Want dat is niet zo interessant. In ieder geval de bovenste laag is niet zo interessant. Vegetatie op zich in de boring is wel interessant. Hij steekt de boor in de grond. En hij zal als volgt zal die gaan draaien. Met de klok mee in ieder geval. Hij doet nu eventjes de viezigheid eraf. Slash de vegetatie eruit. Oké, hij begint nu met zijn eerste boring. En hij draait met de klok mee. Draait hij de boorkop in de grond. En uiteindelijk als hij daar klaar mee is, zie je ook dat het in de boorkop blijft hangen. En dat is goed, want nu hebben we de dakgoot nodig. En dan doen we het als volgt. Dan leggen we de bovenkant hier, leggen we aan de bovenkant van de dakgoot. Want dan weet je dat dit de bovenkant van het bodemprofiel is. En dit de onderkant. Ivo drukt het eruit met zijn handen. Ja, daar krijg je wel vieze handen van. En je ziet ook hoe kleiig het is. En dat is op zich ook wel logisch bij een veenbodem. En uiteindelijk zal je hier ook, als het goed is, oude plantenresten in kunnen vinden. En dat zie je ook al een klein beetje aan deze lijntjes hier. Hier een beetje de bruinige restjes. Oftewel een beetje de oxidatieplekken. En ook hier zie je nog stukjes vegetatie. En dat is dus typerend voor een bodemprofiel. We gaan nu deze hele dakgoot vullen met boringen. Dus dit is boring 1. Die geef je dan meestal ook even aan met een stift op de zijkant van het dakgootje. Dat je hiervoor weet wat boring 1 is geweest en wat boring 2 is geweest. Waarom heeft deze dakgoot een specifieke lengte? Dat komt omdat we de bodem, officieel is die tot 1,20 meter diep. En ook deze dakgoot hebben we dus zo afgezaagd dat die 1,20 meter diep is. En Ivo komt er nu aan met zijn tweede boring. Ook dat doet hij weer met de bovenkant. Die kant legt hij daar neer. En hij drukt ook dat stuk eruit. En zo vul je de hele dakgoot. We hebben inmiddels de boring afgerond. En zoals je ziet is dit de bovenkant van de bodem. En dit de onderkant van de bodem. En wat je heel duidelijk ziet, is dat er aan de bovenkant sowieso een lichtere kleur zit. Hier zo. En aan de onderkant een donkere kleur zit. En als we wat meer inzoomen, zie je ook dat het materiaal hier wat bruinige vlekken heeft. Dat noemen we ook oxidatie. En Ivo, waardoor komt oxidatie?
oxidatie komt doordat het grondwaterspiegel op en neer gaat, dus niet altijd even hoog staat. En de grond die soms wel onder water staat en soms niet onder water staat, die gaat oxideren, want daar komt zuurstof bij. Ja, precies dat. En je ziet ook dat Ivo's handen behoorlijk vies zijn tussendoor. Maar dat zijn dus de bruinige plekken op deze, aan deze kant. En dan komen we tot dit stuk. Daar zitten we ongeveer op 70 centimeter ongeveer. En daar zie je al sowieso dat het wat natter wordt, het materiaal. Dus dan zit je al wat meer dat het continu nat is. In plaats van dat hier de waterstand nog op en neer gaat, is het hier dus al zodanig nat dat je kan concluderen dat dat hele gedeelte onder water heeft gestaan en nog steeds staat. En je ziet ook plantenrestjes, zie je. Hier zie je plantenresten. Hier, oud stukje riet. En hier onderop zie je echt, nou, dat het echt een modderige massa is. Dus dat kun je helemaal met gemak zeggen dat dat flink onder water staat. En op deze manier kun je dus van boven naar beneden weten wat voor soort type bodem er is in dit gebied. Wat altijd handig is om te doen, is dat je een rolmaat bij je hebt, zoals ik al aan het begin had gezegd. En met die rolmaat kun je zien hoe diep je de bodem bent ingegaan. Nou, je ziet hier bij de 10 centimeter is het een droog stuk, 20 centimeter nog droog, 40 nog droog. En dan vanaf dan begint het al steeds natter te worden, waarbij de 60 centimeter echt behoorlijk nat is. Maar als je dan naar 120 gaat kijken, want dat is het uiteindelijke centimeter aantal waarbij de bodem eindigt, daar zie je dat die echt klets en kletsnat is. Kortom, wat heb je nu precies nodig voor een boring? Je hebt dus een dakgoot nodig, je hebt een meetlint nodig, je hebt uiteraard de boor nodig, dat is natuurlijk belangrijk. Wat wij zo meteen nog gaan doen, Ivo en ik, is dat we hem gaan inpakken met vershoutfolie, zodat we de boring mee kunnen nemen. En natuurlijk daarna dicht kunnen tapen met duct tape. Daarna hebben we de schaar nodig om het een en ander nog wat te bewerken. En natuurlijk noteren wat voor type bodemprofiel dit nou is. Nou, dat was hem dan alweer. Mocht je deze video's nou heel erg leuk vinden, vergeet dan niet te abonneren. Laat even achter in de comments wat je ervan vond. Heb je nog een vraag, laat die ook even achter in de comments. En ik zie jullie graag weer de volgende keer terug bij Aaskunde Kennisclips. Tot dan!